Welkom bij de Autovisie Flits. Werner, deze week. Toyota Yaris. Snel naar het volgende onderwerp, dat is de Lexus GS. Die auto was er bijna niet geweest, maar die komt toch wel. En daar heb ik het een en ander aan nieuws over. Komt namelijk een hele bijzondere motor in, waarschijnlijk. En we hebben de Ferrari 458 Spider. Dat zagen we al 2 dagen geleden, dat nieuws. Maar wij hebben nu ook de Nederlandse prijs. Ja, jij gaat volgende week ook lekker scheuren met allemaal hele snelle auto's. Ja, met een Cadillac, met een V8, met een Jaguar met 550 pk, met een Mercedes AMG. Dat durf ik bijna niet te zeggen, maar het is alleen maar feest. Het is ter compensatie van de jaren. Ja. Oké, ik hoop dat je hier wel een beetje inhoudt, want deze gaat helemaal los. Zeg Werner, kan je dat ook met een Yaris? Ja, dat kan. Zeker. Ja, je kijkt wel, dat kan niet waar zijn. Maar kijk maar naar de beeld. Nee, het kan echt. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling. De Yaris is bedoeld voor mensen die een auto aankopen met het verstand. Ja, en dat zijn de meeste mensen. Hè? Ja. Vergeet niet dat Toyota 10.000 Yarissen doet op jaarbasis in Nederland. 1 op de 4 verkochte Toyota's is een Yaris. Dus een auto, een hele belangrijke auto voor Toyota. Ja, die auto die heeft eigenlijk alles in zich wat hem interessant maakt. Hij is ruim, hij is efficiënt, hij is uiteraard goed, hè, want de Toyota kan niet stuk. Die mazzel hebben ze daar. Ja. Hij is verder niet spannend. Maar weet je, er zijn zat mensen die willen geen spannende auto, die willen een goede auto. Ja. Ja, en dan ben je dus bij Toyota aan het juiste adres voor 11.000 euro. Dus ook nog eens een hele nette prijs. Staat die Yaris ook op Pebble Beach? Nee, die staat daar niet. Maar er staat wel een Toyota product. Weliswaar is het een Lexus, maar Lexus is Toyota. Want Lexus heeft op Pebble Beach de nieuwe GS getoond. Pebble Beach is een concours, daar staan prachtige auto's, de mooiste auto's ter wereld. Dat wordt jaarlijks georganiseerd in een heel mooi glooiend veld. Oldtimers. Ja. Maar echt, hè. Er stond een verzameling GTO's, Ferrari GTO's, ja. 22 stuks. De waarde daarvan was $550 miljoen. Maar daar kun je toch niet met een Lexus verschijnen dan? Nee, nou ja, wat doen? Het bestaat al heel lang. Het is echt een hoogstaand evenement. Dus wat doen fabrikanten? Die maken gebruik van dat evenement en die tonen daar dan een nieuwe auto. Ja, die liften mee. Die liften mee. En er zal zeker de eerste 100 jaar geen Lexus komen te staan. Maar goed, die GS is wel weer toch wel een interessante auto. Want het is een BMW 5-serie formaat. Ja. Maar BMW heeft een M5, Mercedes heeft een AMG en Jaguar heeft een XFR. Dat zijn allemaal soortgelijke auto's, maar heel snel. Dus komt Lexus waarschijnlijk met een GS met een V10. Ja. Dat is echt groot nieuws. Ik sprak afgelopen week tijdens de introductie van de Yaris een techneut en hij wilde het niet bevestigen. Maar hij zei wel, hij past erin. Nou, als ze dat zeggen, komt hij erin. Ja, daar stonden heel veel Ferraris. Ja. Nou, heeft Ferrari ook nog weer nieuws? Ja, inderdaad, ze hebben nieuws, maar jij zegt er stonden heel veel Ferraris. Er werd er ook eentje geveild, een Testarossa, voor $16,4 miljoen. De duurste geveilde auto ooit. Maar ze komen ook met iets nieuws. Dat is de nieuwe Spider, de dakloze 458. Ja. En het bijzondere daaraan is... Nee, geen linnen kapje. Dat hoort. Ja, ik vind het ook, het hoort. Maar ik heb de auto gezien en ik vind wel dat deze auto het kan hebben. Het is dus een hardtop, een stijf deel, zeg maar. En dat klapt dan automatisch naar achteren, in 14 seconden, meen ik. Het kan wel bij deze auto. Ik vind als je een Peugeot Cabrio hebt of een Volkswagen of zoiets, dat soort auto's, die moeten geen hardtop hebben, die moeten een linnenkap hebben. Deze auto is het wel interessant en het gaat 285.000 eurotjes kosten. Ja. En dan heb je een start-stop systeem. In Nederland. Dat is krankzinnig. Ja, het staat net. Als ik bij het stoplicht sta en er stopt een Ferrari naast me, dan wil ik gewoon even dat geluid op. Ja, iedereen. Ja, althans, dat denk ik. Wil je dat zeker? Ja, precies. Mooi. Ik heb een keer gereden met de California, met het start-stop systeem, daar in de omgeving van de fabriek. En zij nodigde me uit, Ferrari, om echt dat systeem te proberen. Dan kom je aanrijden voor een verkeerslicht en dan slaat hij af. Ja. Maar dan druk je op een paar knoppen, dan treedt het launch control in werking. Dan geef je vol gas en dan knal je echt in een volle vaart over zo'n kruising. Ja. Dan verbrand je een liter of 12. Dus het is... Het slaat echt allemaal nergens op, maar het is wel heel bijzonder. Ja, want ik zou de neiging krijgen om zo'n auto aan te gaan duwen als die naast me stopt en de motor valt uit. Ja, of lachen, hè? Ferrari met arme drommel. Ja. Het is allemaal gedaan om die gemiddelde CO2-uitstoot omlaag te brengen. En het helpt, maar er is natuurlijk geen Ferrari-eigenaar die het aanzet. Je kunt zelfs in het systeem, in de boordcomputer, kun je het definitief het zwijgen opleggen. Dus het systeem, hè, dat die uitslaat. Ja. Dan heb je dus een Ferrari die het gewoon altijd doet en dat wil je. Ja, oké, maar je hebt er wel belastingvoordeel mee, denk ik. Ja, iets minder BPM-heffing, hè, want een klein beetje CO2-reductie. Het scheelt een hoop centen op zo'n, op zo'n auto. Ja. Ja. Hey, volgende week, jij gaat scheuren in een hele hoop auto's. Ja, wat ga je meer doen? Jaguar XKRS ga ik rijden met 550 pk. Dus dat is heel wild, heel ook gaaf. Geen start-stop systeem, alleen een startsysteem. Geen stopsysteem. En kort daarna met de Mercedes C AMG. Die is heel klein beetje gefacelift. Dat is eigenlijk geen reden om met die auto te gaan rijden. Maar ik vind hem zo gaaf dat ik mensen Mercedes gebeld heb en gezegd... Joh, ja, toch? Kan toch?
En met een Cadillac CTS. Dat is ook een hele dikke motor. Ja, het is helemaal niet van deze tijd natuurlijk, hè, dat soort auto's. Maar het maakt het leven wel een beetje kleurrijk. Ja, dus vandaar, Cadillac, wat is dat voor auto? Cadillac, dat is een Amerikaanse grote sedan, een CTS. En ook weer zo'n soort van BMW 5-serie tegenhanger. Geen race monster. Nee, hoewel die wel heel hard gaat. Ja, nou, we kijken nog even naar het filmpje. Maar in ieder geval, tot volgende week. Is goed.